I love my fragile bugs. Are you guys gonna burn it? I met Arne the first time 2008 when he came to the St. Moritz Art Masters. I immediately felt this is the kind of guy I like. He is such a, workaholic, I could call him, because he's constantly busy with developing new ideas, working in different layers. Je moet de man ook leren kennen en te begrijpen met welke missie hij bezig is om tussen mensen niet de verschillen te zien, maar complementariteit te zien. Waar kun je bruggen bouwen tussen mensen? En die dialoog te maken tussen mensen, dat is zijn, zo zeggen, zijn humanistische kant. What he wants is definitely that as many people see his work as possible. He wants to show it to the public. He wanted people to take part in the work. Hij nodigt in de kunst wel eigenlijk de bezoeker uit om in een soort van vitrinekast te stappen. Je herkent de wereld zoals we hem kennen, maar hij heeft een ingreep gedaan die ons op een totaal ander been zet. En waartoe je je moet verhouden. En dat maakt eigenlijk dat een installatie die op het eerste gezicht hetzelfde is, voor iedereen anders is. Ik denk het nut van het voorwerp of van het kunstwerk is de impact dat het heeft op zijn omgeving. Het verenigen, het doen nadenken. Het belichaamt soms de ziel van een stad of de ziel van de mensen die hier leven. Hij choisit des choses harmonieuses, il a choisi des ruptures. C'est un peu comme Pompidou avec le centre Beaubourg, qui a fait revivre un quartier, un aspect de curiosité. Il y a de la provocation, il faut oser faire ça dans une ville. Joseph Beuys zei: je moet kunstenaar zijn en je moet durven zo ver gaan in je actie, maar je mag geen terrorist worden. En dus hij is geen terrorist, hij doet heel poëtisch, voor mij is het heel poëtisch als interventie. En daar denk ik dat Rock Strangers is voor mij daar de uitdaging, is dat het een stukje 21e eeuw naar Oostende brengt.